Op de satellietfoto zien we de meest actieve storingen boven Oost- en Noord-Europa liggen. Ook boven ons land is het bewolkt, maar is het allemaal een heel stuk minder actief. Dat komt allemaal door lage drukgebieden in onze omgeving en die zorgen voor veel bewolking, waar het ook af en toe wat lichte regen of motregen valt. Helemaal grijs is het niet, want af en toe breekt ook de zon door. Vanochtend liggen de temperaturen rond een graad of 10 en die lopen vanmiddag nog iets op naar zo'n 11 tot 13 graden. Daarbij niet al te veel wind, zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond dan hebben we ook nog enkele opklaringen, maar blijft het grotendeels bewolkt. Uit dikke bewolking houden we kans op wat regen of motregen. In opklaringen kan met name later vannacht in het noorden ook mist ontstaan. Morgen start lokaal mistig, maar verder hebben we opnieuw net als vandaag een grotendeels bewolkte dag. Uit dikke bewolking opnieuw wat lichte regen of motregen en later op de dag met name in de noordelijke helft van het land langdurige regen. Opnieuw temperaturen rond de graad of 10. Ook de komende dagen blijft het vaak bewolkt en licht wisselvallig met op alle dagen kans op regen. Temperaturen liggen meestal rond 10 graden. Er is niet al te veel wind, meestal matig uit het zuiden, alleen woensdag waait de wind zwak uit het noorden. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.